Welkom in het programma Wonderen Vandaag. Ik ben Simon en ik zit hier met Adi. Weet je, Simon, de beloftes van God zijn ja en amen, hè? Ja, zo wel. En hoe God dat uitwerkt in een mensenleven, is soms wel eens moeilijk voor ons te begrijpen, hè? Ik vind altijd, ik weet niet hoe jou erover denken, maar ik vind altijd van, God is wel een beetje langzaam. Hij komt altijd uit het laatste ogenblik. Hè? Heb je dat wel eens ontdekt? Ja, dat is wat mensen denken. Maar voor God is het voor precies God op niet. Tijd. Ja, weet ik. En ik zou wel vertellen, ik dacht een keer van, nou, na 2 jaar van een belofte, ik dacht, nou, Heer, ik weet het niet meer. Ik geloof dat ik nou zelfs maar even zoeken moet voor de Heer had ons eigenlijk op het hart gedrukt om een gebouw te vinden. Ja. En het duurde jaren. En eigenlijk de laatste 2 jaar waren wij echt om zoeken dan. Hè? En we dachten van nou, ik was die dag zo moe. En ik dacht, nou, ik moet toch nog maar even weg en zien dat ik ook wat vinden kan. Ja. En het ene viel mijn oog op een. Ik was in een wagen aan het rijden. En er was een bumpersticker, zeggen we dan. Hoe noem je dat hier in Hollands? Ja, het was eigenlijk haast een nummerbord. Een nummerbord. En het zei van, nou zeg ik het in het Engels. Ja. Don't be anxious, want God has everything under control. Ja, zit er niet over in, want God heeft alles onder controle. Ja, het is eigenlijk net als een Bijbelvers, hè. Ja. Het sprak echt tot mij. En ik denk, ja, waar ben ik eigenlijk ook mee bezig, hè? Ja. Als ik werkelijk geloof dat God is daar en dat Hij het beloofd heeft, dan kunnen wij gewoon, hoeven nergens over in te zitten, want God is in control. Dus dan kunnen we op Hem vertrouwen. Ik denk, ik ga naar huis toe, want God is in control. Hij zal wel zorgen dat het voor me komt. En 2 maanden later dat gebeurde. Maar weet je, als je nou naar de Bijbel toe gaat, dat is nou onze ervaring dan, hè? Ja, maar dan moet je horen, moet je eigenlijk even vertellen hoe het gebeurde. Want het is niet dat wij zelfs meer achter dat gebouw aankwamen. Die mensen kwamen achter ons aan. Ja. En op dat ogenblik eigenlijk, in die tijd, was het heel moeilijk om een gebouw te vinden. Want mensen gewoon stonden in de rij en tegen elkaar op te bieden voor een gebouw. Ja. En de eigenaar van dat gebouw liet de makelaar naar ons toe komen en zei, ik wil dat die mensen mijn gebouw kopen. Ja. Hij had ons eerder gezien, een maand of 3, 4 eerder, waren we naar het gebouw geweest. Had hij ons gezien en we hadden helemaal niks gezet, we hadden alleen maar naar het gebouw gekeken. Het was puur geschikt voor ons, precies wat we nodig hadden. Prachtig mooie kantoren erin, alles wat we nodig hadden voor de bediening. En ik zei, wat vertellen wij, hij wou het niet verkopen. En 4 maanden later zei hij van, ik wil dat deze mensen het krijgen. En de Heer wist ervan. Nou, en het liep allemaal zo mooi, het liep gewoon op wieltjes. Ja. En zo, je kan echt zien dat wij hoeven helemaal niet erover in te zitten, want God die deed het. Ja. Ik stond er werkelijk verbaasd van hoe het allemaal liep. Ja. En dan zag jij dat plakkaat op die auto van, wees niet bezorgd, want God heeft alles onder zijn regering. Ja. Of hoe je het maar wil noemen, onder controle. Maar zie, als je nou in het Oude Testament gaat, nou teruggaat naar de Bijbel, dat is onze ervaring. Maar als je nou naar het Oude Testament toe gaat en je leest het verhaal van Abraham en Sarah, dat vind ik wel zo'n goed verhaal. Ja. En het zegt in het Nieuwe Testament ook dat het is recorded, het staat in de Bijbel, voor ons, zodat wij ervan leren kunnen. Ja, nou, en Romeinen 4. Ja, en in Genesis 12 het zegt dat God kwam tot Abraham en zei, nou, neem nou je familie en ga uit dit land. En ik zal je vertellen waar je wonen, waar je heen moet gaan. Ja. En Abraham nam al zijn familie mee en ze hebben en houden en hij volgde de Heere. Ja. We willen altijd graag weten, nou, God, heeft u een plan voor mijn life, mijn leven? Ja. En wat wilt u hebben dat ik doen moet? Maar als we met de Heere toe, naar de Heere toe gaan, dan zal Hij je leiden. Ja. En Hij doet het niet altijd, wij willen altijd alles voor u te weten. Hè? Nou, we willen een blauwdruk hebben voor ons hele leven. Maar de Heere zegt, nou, je neemt 1 stap en dan zal ik je vertellen om die andere stap te gaan. En je gaat gewoon volgt de Heer. Zo, het is een dag bij dag ervaring. Ervaring, een jaar bij jaar, een week bij week, wat het ook maar is. Ja,
Ja, dat is moeilijk voor mensen. En weet je wat het is? Wat zo mooi is in Genesis, is dat Abraham geloofde God. Ja, ja. Huh? En daarom, zegt het in Romeinen, was hij rechtvaardig verklaard voor God. Ja. En die rechtvaardigheid kreeg hij door geloof. Geloof, in God. Ja. Het was toch wel fantastisch. Als je nou dit hele verhaal van Abraham leest, eigenlijk kon je er een hele studie van maken wat Gods plan is voor je leven. Ja. Hoe God met één familie gewerkt heeft. Ja. Ja. Ja, hij is ons voorbeeld van geloof. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Ze noemen hem de vader van het geloof, hè? Ja. 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 Maar weet je, er staan ook dingen in, dat is erg... Echt menselijk, hè? Ja. Hij was niet de perfecte man, maar hij was wel een man die geloofde in God. En die deed wat de Heer van hem vertelde. Nou, Abraham 12, en ik heb het net al verteld. De Heer zegt, nou verlaat uw land en uw familie en ga naar een land dat ik u zal wijzen. En weet je, en het zegt in 4, en Abraham gehoorzaamde de Heer en vertrok met zijn neef Lot. Abraham was toen 75 jaar oud. Ja, hij was ook niet een jonge man. Hier, nee, hè? Hij geloofde God. Ja. 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 En als je gaat, God zal je meer vertellen. He? En weet je, elke keer dat God met Abraham praatte, dan zette hij op een altaar en hij worshipped God. He? Did you notice that in that chapter? Ja. 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 Wel, ik zal er wel vertellen, als ik het zo lees van Abraham, ik heb het wel eens, vele keren gelezen. Dan komt het hierop neer, hoe groot dat je denkt dat jouw God is. En Abraham die dacht dat God groot was. Dat God alles kon doen. Ja. En dat is eigenlijk groot geloof. Ja. Kan je dat mee vergelijken. Ja. Sommige mensen hebben een hele kleine God. Ja. Weet je wel? En die God die kan helemaal niks doen zonder hun. Ze moeten het allemaal zelf doen. Ja. Zo, het is... Dat maakt een heel verschil in een mensenleven, als je begint op God te vertrouwen. Ja. Sommige mensen die voelen, als je daar eerst met begint, dan is het net als bij je op heel dun glad ijs. Dan denk je, nou, zak ik het erheen of niet? Hè? Maar God, die houdt stand. Die houdt je vast. Hè? En die leidt je. Maar dan moet je daarop beginnen te vertrouwen. Dat is waar de schoen wrijft, zeggen ze wel, maar dat is waar. Ja. En dat is heel moeilijk voor sommige mensen. Ja. Nou, in 15, het zegt hier, weet je wel, Abraham was getrouwd met Sarah. Ja. En ze kregen geen kinderen, hij wou zo graag kinderen hebben. Ja. Ja. En toen kwam God bij hem, in 15, en hij zei tegen Abraham dat. God nam Abraham mee naar buiten en wees naar de nachtelijke hemel. Kijk naar boven en tel al de sterren eens als je kunt. Ja. Nou, er waren een hoop sterren. Wij zien niet altijd zoveel sterren, maar hè, ik denk wel dat er toen daar in die woestijn, daar in Israël, een hoop sterren waren. Ja. En hij zei, kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt. Zo zal uw nageslacht zijn, ontelbaar. Nou, Abraham geloofde het woord van de Heer. Dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde. Nou, weet jij nog wel dat wij een tijdje gewoond hebben in de woestijn in Californië? Ja, ja. En daar was het zo donker s'avonds en dan kon je al die sterren kon je zien. Ja. Nou, als je nou in een stad woont, hè, zoals wij in Nederland in de steden wonen, dan is het moeilijk om de sterren te zien soms. Ja. Het moet wel een hele donkere nacht wezen, weet je wel. Ja. Maar die lichten van de stad, die verblenden eigenlijk dat gezicht naar de hemel toe, en, ja. Zodat je de sterren kan zien. Maar Abraham die zag een hele hoop sterren en hij zei, jouw nageslacht zal worden. Ja. Als een sterren daar. Zoveel. En dan liet hij het ook nog, dat de woestijn het zand zien, dat is de korrel zand. Ja. Nou, Abraham kon wel zeggen van, nou, hoe kan dat nou, we hebben helemaal geen kinderen. Ja. Ik ben 75 jaar oud, ja. Maar de Heere beloofde hem een zoon. Ja. Zie, nou komt het probleem, ga je daarop wachten tot het uitkomt wat God je beloofd heeft, of ga je dat God even helpen in je eigen kracht? Ja. En dat is waar het uitkomt, hè? Ja. Over dat hij met zijn dienstmaagd een zoon verwekte. Ja. Zijn vrouw die had dat. Wel ja, na 10 jaar, toen dachten ze van, toen zei zijn vrouw, zaten ze zo samen te praten, zeiden ze, maar ja, de Heer heeft ons wel een zoon beloofd, maar we zijn nu al 85, hij was 85. Ja.
En het is onbegrijpelijk voor ons dat we er nou zo zitten praten, 85 jaar oud, hè. Ja. En dat ze er stil zo zaten te praten en toen zeiden ze van, nou weet je wat, je moet de dienstmeisje maar nemen, dat zal de Heer wat bedoeld hebben. Dan krijg jij een zoon en dat is ons kind dan. Ja. Nou, Abraham zei, oh, als je er zo voelt, dan doen we dat zo dan. Ja. Hij vond het niet erg. En natuurlijk, dat bracht een hele hoop problemen. Ja. En toen was Ismaël geboren. Ismaël, ja. En weet je, voordat wij daar een beetje meer in opgaan, gaan we even de muziek doen. Ja. So, the lifetime. Dankjewel zeg voor die fijne muziek. Adi, dat is zo waar. Zo, er is een kant aan, dat is vlees, en er is een kant aan, dat is geest. Er is een zijde aan het leven, dat is de wet. En er is een zijde van het leven, dat is de geest van God, hè, die je leidt. En we willen geleid worden door de geest van God. Natuurlijk. Niet door de wet. En dat is juist zo mooi wat het hier zegt, van Sarah en Hagar, voorbeelden van de twee verbonden. Ja. Nou, we hebben het over verbond. God is een God van verbond. Ja. Maar er zijn twee verbonden, dat moet je horen. Ik moet even lezen, want het is wel zo belangrijk. Ik begin met vers 22. Er staat namelijk, vers 22 van hoofdstuk 4 van Galaten. Er staat namelijk dat Abraham twee zonen had. Eén van zijn jonge slavin Hagar en één van zijn eigen vrije vrouw, Sarah. En dat Hagar een kind van Abraham kreeg, was een natuurlijke zaak. Maar Sarah kreeg pas een kind nadat God het aan Abraham had beloofd. En hieruit blijkt dat God twee keer een verbond met de mens heeft gesloten. Het ene op grond van een wet
en het andere op grond van een belofte. Het verbond van de wet werd gesloten op de berg Sinaï, of ook wel de berg Hagar genoemd. Moet je nagaan. Zoals de Arabieren zeggen. En de slavin Hagar is het symbool van het tegenwoordige Jeruzalem, de moederstad van de Joden. Haar kinderen leven allemaal onder de slavernij van de wet. De Joden die doen het nog vandaag. Maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is vrij. Zij is geen slavin van de wet. Dat bedoelde de profeet Jesaja ook toen hij zei, kinderloze vrouw, wees blij, jubel het uit van vreugde, al hebt u geen kind gehad, want ik zal u veel kinderen geven, meer dan de slavin van uw man. Dat is in Jesaja 54 vers 1. Hè? Broeder, wij zijn net als Isaac de kinderen die God aan Abraham heeft beloofd. Zoals de zoon van de vrije vrouw vervolgd werd door de zoon van de slavin, worden nu de mensen die uit de Heilige Geest geboren zijn vervolgd door hen die onder de slavernij van de wet leven. Maar in de boeken staat dat Abraham de slavin en haar zoon moest wegsturen, want de zoon van de slavin mocht de erfenis niet delen met de zoon van de vrije vrouw. Nu broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin die zich aan de wet moeten houden. Nee, wij zijn kinderen van de vrije vrouw. Wat fantastisch zijn we dat voorbeeld ervan. En zo, wij zijn niet op die manier onder de wet meer. Nee. Maar we leven in de geest. Ja. En dat is juist zo mooi. De Heilige Geest die leidt ons. Vroeger, dan werden de Joden geleid door die vlam van vuur overdag. En dan, of bij nacht en dan overdag door die rookkolom. En als die begon zich te bewegen, dan gingen hun erachteraan. Zoals ze werden geleid door de geest van God. Ja. Zoals wij vandaag aan de dag geleid worden door de Heilige Geest. En die Heilige Geest die is in ons. We doen daar een programma een keer over. Dat moet eigenlijk het volgende programma worden. Over de invulling van de Heilige Geest. Is zo belangrijk. Absoluut. En want anders dan weet je niet wat God van je wil. Nee. Maar weet je, als je yield tot de Heilige Geest, hè, dat is wanneer de Heer begint te werken. En als je dat volgt, in plaats van dat je gaat bij de wet. Hè, vroeger in het Oude Testament gingen we bij de wet. Ja. Dan zei je zal dit niet en je zal dat. Nou, de Heer heeft helemaal niet weggedaan met de 10 commandments, want die stil zijn er voor vandaag. Maar nou, de Heilige Geest is in jou. He? En nou, God vertelt je, dat moet je niet doen en wat moet je niet doen. Ja. Het is niet meer dat we nou buiten hem, toen Mozes op de berg ging en de Heer gaf hem de 10 geboden. Ja. En zei, nou, dit moeten jullie allemaal volgen. Nou, de mensen die hadden niet veel geduld en die wilden niet te lang aan wachten. Want toen Mozes met God sprak op die berg, toen begonnen de mensen nou weer feest te vieren. En ze vergaten alles over God. He? Hier noemen ze het de berg, ze zeggen dat de Arabieren, die noemen het de berg van Hagar. Ja. Dat is de berg van de wet. Ja. Zo, dat is eigenlijk het kind van het vlees. Natuurlijk. Van natuurlijk, dat doe je zelf. Maar de wet, hè, die is toen weggedaan door de geest. Ja. En dat is eigenlijk, kan je haast bovennatuurlijk noemen. Ja. En dat is juist zo fijn. Hè, weet je, daarom zijn de beloften van God voor Israël ook ja en amen. Die gaan nooit weg. Hè? Nee. Nee. God verandert zijn gedachten niet. Als hij nou gaat door het Oude Testament en het Nieuwe Testament, als de Heer iets zegt, dan gebeurt dat. Ja. Ja. En hij weet precies hoe hij dat allemaal regelt. Ja. Wij kunnen helemaal dat niet regelen, want de Heer weet dat. Hè? Ja. De Heer weet hoe die alles, hoe de mensen zijn op de rechte plaats, op de rechte time. Ja, ja. Dat valt mij wel op soms. Hè? Dan gebeurt dat ons, hè? Dingen. Zoals dat we net op de juiste plaats zijn, op het juiste moment. Ja. En daar heb ik eigenlijk persoonlijk niks mee te maken, want het is God die leidt jou. God de Heer. En daar sta je soms gewoon verbaasd van, zeg maar, wat mooi, hè? Ja. En dat is juist zo fijn om zo te kunnen leven, Nati. Dan leef je eigenlijk, hè, je laat die dingen aan God over. En weet je, zo vaak, ik denk altijd moet je tot een ogenblik in je leven komen dat je zegt van, weet je wat, ik kan het niet meer.
En ik heb het allemaal zelfs geprobeerd. En nou, hier en nou, maar duurt maar proberen. Ja. Like Catherine Marshall, who is een rider. Ja. Hè? En ze heeft die movies gemaakt van Christy, ja. Peter Marshall's ja. Vrouw. Ja. En ik weet ook wel, ik las een keer een verhaal van haar in een van haar boeken. En ik denk, ja, het is zo waar, hè. Mm. Ze zegt van, I had to relinquish everything. Alles over tot de Heere, want zij schreef. En toen op een keer toen werd ze ziek. Ze had TB? Ja. Ja. TB. Ja, tuberculose. Tuberculose. En jaren geleden, mensen die tuberculose hadden, die mochten niet bij de niet mensen, bij andere mensen komen. Ja, die moesten apart. Dat was besmettelijk. Besmettelijk, ja. Zo, ze lag boven in de kamer en ze had een klein jongetje waar ze niet voor zorgen kon. Ik geloof dat hij nog maar 3 jaar was. En ze heeft ervoor, dat moet wel heel erg geweest zijn voor een jonge moeder, dat je niet voor je kind zorgen ja, kan. Ja. En ze was echt met de heren bezig en opstandig. Ja. En toen op een keer zei ze tegen de heren, wel heren, als je hebben wilt dat ik hier altijd leg op dit bed. Ja. En dat ik niet meer voor mijn eigen kind kan zorgen. En wat ze ook maar gezegd hebben, dat weet ik niet meer. Maar ze zei, ik geef het over, want ik kan er toch niks aan doen. Als u dit wilt dat ik hier leg, so be it. Ja. Zo moet je vaak komen. En weet je wat? Nadat de heren, maakt dat beter. Ja, dat herinnert me aan het verhaal. En ze calls het a prayer of relinquishing everything to God. Yeah. Hè? Yeah. Want soms dan is er wel eens een ogenblik in je leven dat je zegt van, nou alles breekt me bij de handen. Nou, ik probeer het en ik probeer het en ik probeer het en het gaat gewoon niet. En dan moet je het gewoon overgeven aan de Heer. Hè? Nou, die vrouw die in het Nieuwe Testament, die had alles gespendeerd aan doktoren, staat er. Ze was 12 jaar had ze, was aan het bloeden. Als een ziekte. Als een ziekte. Ja. En ze had alles geprobeerd op een menselijke manier om beter te worden. En ze kon niet beter worden. En Jezus die kwam er langs. En er was een hele hoop mensen waren om haar heen. En toen dacht ze bij zichzelf, ze wou dat geld overgeven. Dus als ik nou alleen maar de rand van zijn kleed aan kan raken. Ja. En de kwast van zijn kleed. Had van die kwasten aan zijn mooie, aan zijn jas. Jezus had een hele mooie jas aan. Een heel mooi gewaad. Priesterlijk gewaad eigenlijk haast. Ja. En ze zei, als ik het alleen maar aanraak. Dan God raakt mij aan. Ja. En ze deed het daarin. Ja. Ik weet niet hoe ze daar bij kwam. En ze moest er haast op haar knieën gaan voor de Heer om die kwast aan te raken. Ja. En ze raakte die kwast aan. En Jezus zei, wacht even. Wie raakt mij aan? Iemand heeft mij aangeraakt. Ja. Maar ze had Jezus niet eens aangeraakt, alleen maar de kwast van zijn kleed. Maar hij wist het. Maar hij wist het. Maar er was een contact. Ja. Ja. En dat is het, hè? Dat je die relatie, dat contact met Jezus hebt. Ja. He, dat niet alleen dat jij hem aanraakt, maar dat hij jou aanraakt. En dat is het, hè? Wel, met God alles is mogelijk. Wel, zeker met Abraham was dat een geweldig wonder. Ja. He, en daar zitten we nog naar terug te zien. Ja. En het was niet alleen voor hem, staat er in Romeinen 4, maar ook voor ons. Ja. En dan zie je die vrouw, hè? En ze raakte Jezus aan. Jezus zag haar niet eens, maar hij wist het. Ja. En daar gebeurde iets in de dimensie van de geest. Ja. Maar Simon, het komt allemaal neer op dit. Op een levende relatie. Je kunt een levende relatie hebben met God. Ja. En je kunt hem leren kennen. Ja. En God heeft een plan voor je leven. Absoluut. En niet alleen nog dat, maar als je je overgeeft aan de Heere. Je hoeft niet perfect te wezen, je hoeft niet alles te kunnen. Maar als jij yield to de Heilige Geest, dan alles is mogelijk. Ja. He, er is niks onmogelijk, weet je wel. En misschien zit u vandaag wel naar je programma te zien en u zit er naar te luisteren. En misschien heeft u wel een belofte van de Heer gekregen. En misschien duurt het wel heel lang en zegt, ik weet het niet meer, ik geef op. Geef niet op. Nee. Maar als God iets belooft, maakt niks uit. 20 jaar, 30 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 50 jaar. Ja. Ja. Ik weet nog wel, we hebben niet meer tijd om daarover te praten, maar ik heb 20 jaar gewacht op een belofte van de Heer en hij heeft het gedaan. Ja. En hoe hij dat gedaan had, dat is een wonder bij het zelfs. En één, dat was 30 jaar. En de Heer heeft het gedaan. Ik was het vergeten. Ja.
En toen het gebeurde, toen nam de Heer mij terug op dat ogenblik dat ik hem dat gevraagd had. Ja, dat is, ja. En ik denk, de Heer vergeet nooit iets. Wij misschien vergeten dingen. En we hebben, weet je wel, als je een klein kind bent, of een klein jonkje, of een klein meisje, je vraagt de Heer voor dingen en je vergeet het. Mm-hmm. Maar de Heer is zo precies. En hij weet zo hoe hij de omstandigheden doen moet, dat je altijd op de rechte plaats bent. Ja. Hij werkt door die omstandigheden heen. Hij werkt er gewoon doorheen en hij doet het allemaal, ja, hoe zal ik het zeggen, zijn tijd is perfect. Ja. Hij mist niks. Nee. Wij willen u graag bemoedigen vandaag dat geef niet op. Nee. Want als God je wat beloofd heeft, dan gaat hij dat doen. En geef daarover aan God. Ja, geef het over Laat aan de Heer. Zeg, want soms denken we wel eens dat we dingen overgeven aan de Heer, want dan komt het niet goed. Hè? Nee. We moeten dat allemaal in handen hebben, want de Heer weet van niks. Hè? Maar dat is niet waar hoor. De Heer heeft je gemaakt, hij heeft deze hele wereld gemaakt, hij weet alles. Ja. Hè? Ja. Hij zegt van, hij kent even de haren op je hoofd. Ja. Ja. Hè? En voor sommige mensen dat is niet erg moeilijk, hè? En voor sommige mensen is het heel erg moeilijk, weet je wel. Maar sommige nee, maar ik bedoel als je geen haar op je hoofd hebt. Ja, maar sommige mensen die hebben nou de hele grote haardoet, speciaal ja. De jonge vrouwen. Ja. Nou, al die haar, en de Heer zegt, hij kan ze tellen, hij weet precies hoeveel het er is. Ja. De Heer mist helemaal niks. Zo, ik zei wel vertellen, we komen terug weer op het ogenblik dat ik in het begin van het programma, dat God zegt, ik heb alles onder controle, je hoeft nergens over in te zitten. Dat je kunt echt gewoon rustig hebben en relaxed. Dus de Heer, nou u heeft me dat beloofd. Ja. Hè? Misschien heeft u wel kinderen die niet op het goede pad zijn. Nou, misschien heeft u wel echt dat u bitter voor een seks nooit iets. Maar de Heer die een belofte gegeven heeft, ik zou wel vertellen, komt het voor me. Je kan van de kinderen houden. Je mag misschien vindt het wel niet goed hoe ze leven. Maar weet je wat, dat is zo mooi. Hè? Laat het over aan God. Ja. Je hebt ze lief en aan God. Dat God zal voor de rest zorgen. Oh ja. Dat vind ik zo belangrijk. Hè? Ja. We hoeven niet altijd alles goed te vinden wat de kinderen doen. Maar sommige mensen die zijn aan druk. Sommige kinderen zijn aan druk en drinken en gaan er weer van de Heer. Ja. Maar we kunnen de kinderen lief hebben. Want God heeft ze lief. Ja. En laat God het uitwerken. Hij brengt ze in. Hij brengt ze in, ja. Dat is waar. En weet je, misschien kent hij de Heer nog wel niet. En zegt van nou ja, weet je wel, ik ga wel naar de kerk. Misschien gaat u wel niet naar de kerk. Mm-hmm. En ik wil die God leren kennen. Ja. Dan zeg heel eenvoudig, net als wij jaren geleden daar hebben, zeg Heere, kom in mijn leven. Vergeef me van al mijn zonden. Vergeef al mijn zonden. Ik geloof dat uw bloed gestort is voor mijn zonden. Vergeef me, God. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart. En help me. Help me. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Nou, als je dat in mij gebeden hebt, dan laat het even iemand weten. Vertel het even aan iemand. Dat is zo belangrijk. Want je zegt met je mond. Hè, en je gelooft in je hart. Hè, en op een of andere manier, God die schrijft het op je hart. En dat is wel zo fantastisch. Hè, het staat in Romeinen 10 vers 9. Kijk het maar even na. En dat is zo mooi. En stuur, als er niemand bij je is en je kan het niemand vertellen, vertel het even aan ons. Stuur ons even een e-mail. Ja. We horen graag van u. En we zullen voor u bidden. En dat zou zo mooi zijn. Ja. En je kan ons altijd bereiken via e-mail, wonderenvandaag@eol.com. Ja. En Antje, we zijn weer aan het eind van het programma. Zo we moeten afscheid van u nemen. Ja. We wensen u een geweldige week toe, een godsrijke zegen. En ik zeg altijd, ga met God. Dan ga je goed. Halleluja.